Buurderij De Lage Hof in Overasselt is een kleinschalig woonzorgcomplex en een agrarisch museum in één. De plek biedt een veilige woonplek voor ouderen met dementie en mensen met een licht verstandelijke beperking. Wonen in een museum dus. De Lage Hof is een woonplek voor cliënten met dementie of een verstandelijke beperking. Landelijk en beschermd wonen staan hier centraal. Daarnaast biedt de boerderij een dagbesteding voor mensen, door bijvoorbeeld te helpen in de moestuin. Het is een veilige plek voor hen, waar het landelijke leven zorgt voor een dagritme. Er zitten 24 woninggebouwen waarin mensen met een beperking verzorgd worden. En er zit ook een dagopvang die 5 of 4 dagen in de week bezet is. Deze mensen zien dit als een decorum. Een stukje afleiding die voor hen in de dagelijkse situatie best prettig is. Wonen op een boerderij dat tevens een museum is waar ambachten centraal staan. Tijdens de oogstdag laat het museum deze ambachten in werking zien. De bakkerij begon al 's ochtends vroeg met het stoken om brood te kunnen bakken. In de timmerwinkel wordt de kunst van klompen maken getoond. En in het karnhuis kunnen kinderen leren boter te karnen. We zijn sowieso ook boter aan het karnen en kaas aan het maken. Misschien een rare vraag, waarom heet het het karnhuis als leek zijnde? Omdat ze vroeger vooral hier boter maken en boter karn je. Dus je hebt aangezuurde melk en dat laat je staan. En 48 uur goed aangezuurd. En dan is het eindelijk maar roeren, klutsen. En als het goed is, zie je dan het gele boter op een gegeven moment verschijnen. Ja. En dan spoel je dat, dat was je uit. En dan krijg je karnemelk. Ah, kijk. En wat er overblijft, is de boter. We repareren hier spullen die kapot zijn. Daarnaast maken we ook nieuwe dingen, zoals vogelhuisjes. Sierlijke uiltjes, die branden we bijvoorbeeld in. En die zijn voor de verkoop om wat extra geld voor het museum binnen te krijgen. En wat we op de zaterdagen van ambachten in werking doen, zoals vandaag, is het demonstreren van klompen maken. Het museum wil op deze manier aan kinderen laten zien dat melk niet uit een pak komt. Op deze manier creëren ze een brug tussen 1850 en nu. Ik ben er vast van overtuigd dat hier... Dat we hier, laat ik zeggen, de wereld van toen kunnen laten zien met een verbinding naar hoe het nu gaat.